als jij op het strand komt en je ziet hoe snel het water wegloopt op het strand, dat principe hebben wij gebruikt om te laten zien hoe snel je met schelpen hevige regenval kunt bufferen. In dit systeem duurt het ongeveer 4 seconden voordat die bui die in een uur valt weg is. Daarna zuiveren we het water van mineralen, olie, paks en dergelijke zware metalen die op het wegdek liggen en meegespoeld worden door de regen. Die zuiveren zodat het water kunnen hergebruiken. De auto wassen, sportvelden besproeien, bluswater. Al dat soort dingen gebruiken we nu vaak drinkwater voor. En wij kunnen regenwater benutten om andere dingen mee te doen. Met zoiets simpels als schelpen en zand. Exact, naar schelpen en mineralen. En daarmee maken wij eigenlijk van regenwater een lust in plaats van een last.